foto's, zo'n rugtas. Ja, de leeftijd van de backpackers. Voor de kids, hè. Waar mama en papa gingen vroeger met de rugtas op vakantie. Ja, maar ik wou liever dat moment vergeten, omdat ik toen echt bang was. Jij hebt zelf weer eens buiten ondergoed vandaag. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Deze video gaat eigenlijk over onze reis naar Thailand. 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 We're to the travel to Thailand. Thailand. Ik kan niet zo meer zo goed Engels Nederlands praten, want we zijn een maand in Thailand geweest. En ik ben toerist, want ik ben verbrand. Ja. Dit, auw! Fucking hell! Ja, ik ben niet verbrand van Thailand. Ik ben verbrand van iets anders waar ik nog weer heen ben gegaan. Dus alles, ik heb wel goed veel gezond gezien in Thailand, maar ik heb me goed ingesmeerd. Maar dit is ergens anders van. Ja, dus hij is lekker rood. Ik ben echt een kreeft. Maar er waren heel veel vragen over onze reis naar Thailand, dus ik dacht het is misschien leuk om een video op te nemen. En met wie kan ik dat beter dan met mijn reispartner voor een maand? Ja. Met Kelvin. Ja, wat vind je trouwens van deze achtergrond? Ik dacht, doe eens dat leuke kleurtjes even wat anders van de huiskamer, want Kel filmt er natuurlijk ook. Ja. Dus ik dacht, is het wel leuk als ik wat anders heb dan jij. En hij was eerst rood, maar toen hebben we het anders gedaan, want anders is mijn hoofd hetzelfde als de kleur. Ja. Dat is true story. Volgens mij heb ik er wel een fotootje van gemaakt, dus dat pak ik erin, want dan kan je zien hoe het dus niet is geworden. Dus ik lach ook, doet het gewoon pijn. We hebben een bak met alle vragen die jullie hebben ingestuurd, of eigenlijk allemaal, een selectie daarvan. En dan gaan we die onze punten, of nou, samen beantwoorden. I'm ready. Oké. Okay. Zolang we niks hoeven te eten, vind ik alles best. Nee. Maar zolang we geen maat hebben. Eerste vraag. Welke en hoeveel tassen hadden jullie mee naar Thailand? Ja, maar zeg het maar. Nou, we hadden allebei één reis. We hadden een backpack allebei. Ja. We hadden een rugtas, een normale rugtas. En eigenlijk allebei een fanny pack. En dat was super handig. Ja. Zo'n buideltas die je in het middel doet. Ja. Het is gewoon super veilig en het is gewoon handig. Wat ik wel een beetje had met de backpack. Het had in theorie ook gewoon een koffer kunnen zijn. Ja, maar dat kwam omdat we in luxe hotels zaten en niet in hostels. Ja, klopt. Maar dat is leuk voor de foto's, zo'n rugtas. Ja, dat leek voor later. De backpackers. Voor de kids, hè. Waar mama en papa gingen vroeger met de rugtas op vakantie. Ja. Oké, okay, de volgende. Hebben wij gewerkt op vakantie? Nou, laat ik voor mezelf beginnen. Mm-hmm. Een beetje, niet veel. Ik niet. Wel een beetje. Hij heeft ook wel een beetje geafschuwd. Ik heb foto's gemaakt. Ja. Ja, ik heb content voor Instagram gemaakt, maar ik heb geen mailtje beantwoord. Nee, ik wel. Jij wel. Ja. Maar ik, het was niet omdat ik moest, maar op een gegeven moment had ik er gewoon zin in. Ja. En ik ga heel veel nadenken op vakantie. Dan heb ik weer een idee of zo en dat moet dan nog even snel. Dat wil ik even snel nog ergens neerleggen. Dus dat is mijn eigen schuld. Oké, jij mag vragen. Oké. Okay. Hoe groot is Kelvin's penis? Nou, dat is een rare vraag. Dat heeft niks met Thailand te maken. Wat achteraf anders gedaan? Wat hadden we achteraf anders gedaan? Misschien zou ik mijn creditcard maximum moeten verhogen. Nee. Ik wil er wel een grapje over maken, maar dat is wel waar. Ja. Weet ik eigenlijk niet. Misschien, nou, ik zou er op zich ook nog wel weer een beetje kunnen aanplakken. Want ik had nog zoveel andere dingen die ik wel wou zien. Ik ben eigenlijk best wel tevreden. Ik ook wel eigenlijk. Ga echt niet per dag plannen waar je heen gaat. Oké, je favoriete eten in Thailand? Dat is een goede krab. Oh ja. Krab. En daarna was ik er ook een beetje klaar mee, want ik heb heel veel krab gegeten. Ja. Maar krab had ik eigenlijk nog nooit echt me in verdiept. Ik wist nog niet precies hoe je krab moest eten. Nee. En toen daar hebben we ook zelf krab gevangen en hebben we zelf opgegeten. Dat vond ik echt geniaal. Ja, ik vond... Ja. Bijna niks. Nee, ik vond het wel lekker, maar om een duur hadden we, toen we in zo'n boomhut dingen zaten, toen hadden we als ontbijt rijst met kip, lunch rijst met kip, avondeten rijst met kip. En ik werd er gewoon helemaal gek van, terwijl ik hou van rijst met kip, daar hou ik van. Ja. Ik maak thuis ook wat mee en noedels, maar het is meer van, de hygiëne daar is gewoon niet zo goed in de keukens. Dus als ik gewoon al zag hoe het werd gemaakt, ja, werd ik gewoon dan niet heel blij. Maar ik vond het zelf grappig van en opeten ook het lekkerste, denk ik. Ja, maar die heb ik al gekozen. Ik moet even een ander kiezen. Pad Thai. Pad Thai? Ja, dat is ook lekker. Waarom ben je zo rood? Nou, Kel, nu is het klaar. Wat voor route hebben we afgelegd? Oké, zullen we het even benoemen en dan zetten we even zo'n kaart naast. Ja. Van zo'n vlaggetje, weet je wel, dat is leuk. Doe dat lekker. We beginnen bij Bangkok. Ja. Toen met de nachttrein naar Chiang Mai. Ja. Toen zijn we naar Pai gegaan. Ja. Toen zijn we van Pai in één dag naar Koh Phangan gegaan. Ja.
Toen zijn we van Pangang naar Surathani gegaan, maar dat was alleen qua tussenstop. Ik raad het niet aan, ik vond helemaal niks daar. Toen van Surathani naar Kaohsiung Natuurpark. Ja. Toen vanaf daar naar Krabi, Arunong Beach. Ja. Toen vanaf daar naar Koh Lanta. Ja. Van Koh Lanta naar Phuket. Ja. En dan van Phuket weer naar Bangkok. Ja, en toen weer naar Amsterdam. En toen weer naar Amsterdam, dat was een beetje leuk. Ja, dat was de route. En het is een beetje, dus volgens mij grotendeels de standaard Thailand route. Maar Koh Lanta is niet heel standaard hoor. Nee, oké, maar wel dat Chiang Mai Pai gedeelte wel natuurlijk. Dan zag je gewoon mensen die in het vliegtuig zag je dan ook in Pai. Ja. Dat echt iedereen ging daar ook gewoon langs. Maar het was wel gewoon leuk. Ik vond eigenlijk Pai misschien wel een van de leukste plekken. Pai vond ik ook echt heel leuk. Terwijl dat echt gewoon Holland hotspot is. Je hebt gewoon één lange straat. Ik raad het sowieso aan. Als je twijfelt of je daarheen moet gaan, moet je er zo van ingaan. Oké, de volgende. Wat is het raarste wat we hebben meegemaakt? Nou, Kel, doe je verhaal. Ja, we hebben sowieso een paar rare dingen meegemaakt. Een van de raarste is dat wij uit eten gingen. Wij gingen ergens eten en het was al ranzig. Ik vond het echt ranzig. Maar het zag er wel mooi uit. Het plekje zag er mooi uit. En toen waren we klaar en toen gingen we betalen. En toen kwam een dronken man naar ons toe. En die zei, wat vond je van eten? Nee, maar ik wist dat die man in de keuken stond te werken. Oh ja, die had schort, joh. En ik zei, ja, ik weet niet, ik had gewoon niet echt zin om eerlijk te zijn. Dus ik zei, nou, was op zich wel oké, okay, maar het is echt smerig. En toen bleek het een restaurantmanager te zijn. En die vertelde ons... En het belangrijkste was nog, vond ik, stond erbij en hij stonk ook naar kots. Hij stonk naar alcohol, hij stonk heel erg. En je zag ook gewoon dat hij had gedronken. Ja, dat was niet normaal. En toen ging hij helemaal vertellen over dat het een kutrestaurant was. En dat hij wil stoppen en dat Thaise mensen kut zijn met te werken. En dat niemand naar hem luistert. En gewoon de slechtste kuts ooit. Uiteindelijk vroeg hij dus aan ons of wij het van hem over wilden kopen. Want hij was dus blijkbaar de manager. Ja. Want het was van zijn vader, hij moest het overnemen. Maar zijn vader zei dat hij toch al niet kon. Dus het was, we hadden op het punt gestaan om een restaurant in Thailand te kopen. Ja. Hebben we het niet gedaan. We hebben ook niet gevraagd. Ik had ook moeten vragen hoe duur het was. Ja, misschien jullie wel 1000 baht of zo. Ja. Oké, kom maar. Ik pak er een. Waarom lek je het aan je vinger? Ik heb bloed. Van dit papier. En straks zien mensen de hele tijd, alles op comments. Waarom moet ik altijd naar zo'n ringvinger zuigen? Nou ja, hij zit geen papier. Oké, welk eiland is het mooist? Op het eiland waar wij zijn geweest vond Koh Lanta het leukst. Ja, vond ik misschien wel. Niet het mooist, maar even wel het leukst. Ja, Koh Lanta is fucking leuk. We hebben apen gezien, vond ik echt fucking leuk. Daar zijn we ook, we zouden daar 4 nachten blijven, maar uiteindelijk zijn we er 6 nachten gebleven. Ja, aangevallen door apen. Ik heb daar echt genoten. En het was soort van wel druk, maar ook weer niet te druk. Ja, oké. Okay. Favoriete plek in Thailand? Dus haar benen. Ben je fucking irritant? Zou ik een keer zo'n jouw video's doen? Nee, maar. Ja, ben je natuurlijk. Favoriete plek? Sorry, ik ga allemaal denken, man. Ik vond het Kaohsiung ook natuurlijk het mooiste. Ja, ik ook. Daar hebben we op een heuvel op een rivier geslapen. En dan hadden we ook geen internet, 3 dagen internet. Nee. En je had alleen s'nachts volgens mij energie, of noem je dat, elektriciteit. Ja. Echt super mooi 3 dagen gehad. We sliepen dan 2 nachten daar. Maar we hadden ook wel geluk met ons, sorry. Ja, we hadden echt het fucking liefert. Dus dat hadden we ook even hier ergens plakken. De man maakt even pijl en boog ineens. Oh, no! Ik zal trouwens ook even alle accommodatienamen in de beschrijving zetten, want daar wordt ook vandaag gevraagd. Oké, okay, oké. Okay. Hoeveel kleding hadden jullie meegenomen? Ja, ik weet het niet. Eerder. Ik zou, zeg maar, als ik aanraak, gewoon 1 dikke trui, 1 vest. Ja. Want die heb je dan gekocht. Ja. Wel een lange broek, want wij gingen dus naar Pai. En daar is het s'avonds, koelt het best wel af. Dus dan koop je allemaal een beetje trui. Maar daarna, toen we naar het zuiden gingen, was het alleen maar snik heet. Ja, dan heb ik mijn trui niet aangehad. Ik had volgens mij iets van 4-5 shirts mee. 7 keer ondergoed, lange trui, lange broek, 2 korte broeken, zwembroek en gewoon was shit. Dat was het ongeveer. Bij mij is het natuurlijk wel anders, maar als je een beetje op Instagram misschien hebt gezien, loop ik alleen maar eigenlijk bijna in een roze jumpsuit. Ik had echt op mijn duur gewoon ook geen outfit meer, alles was smerig ook. Hoewel. Dus ik had gewoon echt weinig mee. Ja, het is zelf weer eens de buiten ondergoed vandaag. Ik had op een gegeven moment ook gewoon een onderbroek zelf gewoon weer aangedoen, maar dat kwam omdat ik dan weer ging zwemmen. Dan dacht ik, ah, dan heeft zichzelf gewassen. En dan, ja, dat is lekker schoon. Dat zal wel schoon zijn. Ja, ik heb mijn strings meestal buiten gedragen, maar soms moet dat. Hebben wij ruzie gekregen op vakantie? Niet echt ruzie. Heb ik niet geïnterpreteerd als ruzie. Ik ook niet. We hebben 1 discussie gehad.
nou, wel meerdere discussies, maar één die misschien een beetje... Ja, maar dat was op de laatste, ene laatste dag of zoiets. Ja. Ik denk ook dat het kan, je bent al 31 dagen op dezelfde gesprekspartner, bijna. En je zit al 31 dagen bij elkaar en op een duur, ja, je weet ook dat je de dag eraan uitgaat. Ja. Dus het was een beetje gewoon geïrriteerd. Maar dat was één keer en de rest kwam eigenlijk niet helemaal. Nee, we hebben wel gewoon flinke vechtpartijen, maar ja, wel veel gestoeid. Gewoon legit gestoeid. Ja, maar jij hebt me dan echt pijn gedaan. Helemaal niet. Jij pakt me dan fucking hard vast bij mijn polsen. Helemaal niet. Wel. Ik zie geen littekens hoor, als het echt hard was. Oh, je wil littekens? Nee, ik wil... je wil littekens. En door naar de volgende. Wat was het leukste moment? Ik vond avondkijken het leukste, denk ik. Ik had nog nooit, in een dierentuin is het toch vet anders dan zo in het wild. Ze zijn gewoon echt in het wild. Dat vond ik fucking leuk. Ja, dat zou een beetje afgezaagd zijn als ik dat ook zou zeggen. Wat ik een heel bijzonder moment vond, was dat wij van een eilandje terug moesten met een bootje in het donker. En dan met z'n tweetjes waren. Nou, serieus, met z'n tweeën en met een of andere bootguy die nog nooit veel te veel betaald heeft. Oh, toen ik heel bang was. Toen jij een beetje bang was. Ja. En maar de allermooiste ster helemaal van mijn leven heb gezien. Dat is wel een moment dat er wel is bijgebleven. Maar ik ben een beetje een weirdo, want ik ga zulke soort momenten herinneren, omdat het zo uniek is. Ja, maar ik wou liever dat moment vergeten, omdat ik toen echt bang was. Ja. Ik was alleen maar, we waren echt zo midden op zee, want eigenlijk wou niemand varen, omdat het gewoon op de zee te wild en te donker was, want je kon niks zien. Nee. En niemand was eigenlijk ophalen, want uiteindelijk wou één iemand wou ze komen ophalen. En dan dacht ik echt, oh mijn god, ze rijdt naar een ander eiland, oh mijn vaart naar een ander eiland, oh mijn god, en dan worden we vermoord. En... Maar ik heb echt een crazy mind. Ik ben een beetje gestoord in mijn hoofd, dus hij zei dan, oh, mooie sterren, wow. Ja, en ik zat alleen maar zo, oh, varen we goed? En dan ging ik proberen te kijken of we om naar het echte eiland vader niet van koers raakte. Maar wat grappig dat jij dat het leukste vond. Ja, misschien niet het leukste, maar wel een bijzonder momentje. Een speciaal momentje. En ja, natuurlijk al die vrijpartijen, die waren ook leuk. Maar dat tezijde. Hoe was de moment? De moment was leuk. Ja, dat de boom was leuk. Maar dat zou ik ook even plakken. Een video dat als je dus in een boom slaat, heb je dus wel eens last van ongedierte. Zoals een mierennest op je toiletbril. We moeten via de slaapkamer naar buiten weer. En dan hier is onze badkamer. De deur kan niet helemaal open, maar dat is dit. Oeps. Oh my god. Kijk al die mieren op de wereld. Ja, yep. Yep. Dan kan ik staan pissen, dus dan ben ik blij. Ja, en ik niet. Maar dat vond ik wel echt heel leuk, want het was ook een soort van in the middle of nowhere. In the middle of nowhere is een klein dorpje. Ja. Maar je was niet echt in de menigte. We gingen dan s'avonds vuurkampje maken en dan marshmallows doen en zo. Dat vond ik ook echt heel leuk. We hebben echt veel gesport daar. We hebben echt veel gelopen en gefietst. Ja, en dat doen we normaal niet. Nee. Wat deed een maand reizen voor je relatie? We zijn ook eigenlijk uit elkaar, dus dat was een break-up video. No! Wat deed het voor de relatie? Nou, voor mij was het een prettige bevestiging dat ik... Dat ik me nog heel fijn bij jou voel. Ook al zitten we maandag op elkaar lippen. Ja. Dus het was niet per se een soort beproeving. Nee. Maar ik was wel blij dat we achteraf nog elkaar aardig vonden. Ja, ik vond het best wel spannend om met elkaar een maand weg te gaan. Want we wonen wel samen, maar we zijn nooit echt een maand lang... We zien elkaar niet dagelijks heel veel of zo. Nee. En nu zat je echt een maand lang op elkaar lippen. Dat was ook niet dat we met een vriendengroep waren. Nee. Dus ik vond het wel spannend, maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik het met jou heb gedaan. Ja. Jij bent best wel makkelijk en ik ben best wel moeilijk, dus dat is fijn. Ja, ik denk wel dat we meer over elkaar geleerd hebben. Ja. Door de reis. Ja, zelfs na zoveel jaar dat je dan nog nieuwe dingen leert. Hey, ik ben aan de beurt. Maar ja, ik heb aan de beurt. Waarom Thailand? Dat weet ik nog steeds niet. Nou, ik eigenlijk wel, denk ik. Oké. Okay. Nou, omdat we waren sowieso een maand op vakantie. Ja. En jij wou altijd naar Amerika, maar ik zei Amerika is best wel duur, te duur. En toen zei ik, een vriendinnetje van mij, Kelly, die was naar Thailand geweest met haar vriend. En die vond het vet leuk. En die zei, als je begint met backpacken voor het eerst, ga dan sowieso naar Thailand. Omdat het gewoon best wel gemaakt is voor backpackers. Ik bedoel, je kan zo makkelijk hotels en hostels boeken. Er is overal openbaar vervoer, je komt zo van A naar B. En die mensen spreken ook op zich best wel goed Engels. Ja, en het is niet gevaarlijk. Ik heb me dus geen één keer onveilig gevoeld daar. En ik wil lekker eten. Behalve op die boot dan één keer. Maar je bent wel aan het diarree waarschijnlijk. Ja. Laatste vraag, de klapper van de dag. Wat is het minpunt? Oh, wat grappig dat hij als laatste is. Van Thailand. Ga je lekker, meneer Boer? Ja, luister dan, allemaal bloed hier. Ja. Dit blijft wel gaan, jongen, deze... Ja, je moet er ook niet op drukken. Nee, doe ik niet, maar ik doe gewoon zo goed pakken en dan zit het hier. Ja, minpunt. Het minpunt was dat het
geen minpunt, want ik zou het echt iedereen aanraden eigenlijk. Ja. Ik zeg ook tegen iedereen, als iemand vraagt, moet je het doen? Ja, ik zou het zelfs nog een keer doen, omdat het zo'n veelzijdig land is. Want het noorden is best wel cultuur, en dan weer binnen het natuurpark. En ja. In het zuiden heb je dan mooie eilanden en stranden. En je hebt nog zoveel plekken die we niet hebben gezien. Ik zou er zelfs wel nog een keer heen gaan. Een ja. Minpunt? Weet ik eigenlijk niet. Ik zero, ook niet. Zero minpunten. Misschien, nee. Ik probeer wat te bedenken, maar ik weet het niet. Nou, dat was dit video denk ik. Of wil je nog wat toevoegen aan de mensen die denken, ik ga ook naar Thailand. Wat wil je ze nog meegeven? Ja, dat je geniet gewoon een beetje. En ja, kijk gewoon goed om je heen. Verlies jezelf even in het moment. Denk niet alleen maar aan het maken van de allermooiste foto. Nee. Maar geniet gewoon eventjes en chill gewoon even. Ik zou zeggen, sowieso doen. En geniet er echt van, want ik vond Thailand fucking mooi. En ik vind de mensen daar super lief. Ja. Ik zou het nog een keer doen. Nou, dan sluiten we nu de video af, denk ik. Doe dat lekker. Doe dat. Oké, nadat ik Kelvin klaar is met dansen, wil ik zeggen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Like, deel, abonneer. En laat even weten of je ook naar Thailand gaat. En stel, je hebt nog een brandende vraag over Thailand. Zet het even in de reacties, want dan probeer ik nog even op te reageren. Doei! Doei!